Nou, no science, Schiedam. We zijn bij de Simon Rijnbendenstraat, Erik van Hoogteilingen. Laten we maar bij het begin beginnen. Onrust onder bewoners, wat is er aan de hand? De gemeente is van plan om hier snelwoningen te plaatsen. En wat is de reden om dat te doen? Omdat er woningnood is, wat wij uiteraard ook allemaal begrijpen. Maar jullie zeggen van ja, ho, hartstikke leuk, maar niet op deze plek. Nee, dat gaat om een aantal dingen. Ten eerste om de procedure. Wij zijn als bewoners helemaal niet meegenomen in dit besluit of dit voorgenomen besluit. We willen graag participeren. Dus we zijn ook in groot getale opkomende dagen bij de commissievergadering van afgelopen dinsdag. Daar hebben wij, dat was 2,5 week na de eerste keer dat we hier informatie over konden inwinnen. Hebben wij in 2,5 weken ons verenigd als bewoners en hebben wij een aantal vragen op papier gezet. Het heeft ons veel tijd, geld en moeite gekost. En die heb ik was daar een inspreker, dus die heb ik daar toegelicht. En ik had het idee dat het er niet toe deed. Ik had niet de indruk dat de fracties of de raadsleden daar iets mee gingen doen of gaan doen. Dat was uitermate teleurstellend. Ja. Wat hebben jullie voor ogen? Want ja, hoe nu verder? Er is een brief voor de advocaat klaargemaakt. Wat staat er simpel gezegd in? Nou, gewoon een aantal vragen waarop ik denk of je nou voor of tegen bent als raadslid, waarop je je besluit gewoon beter kan nemen. Een van die vragen is bijvoorbeeld, joh, waarom zijn de burgers niet betrokken? Er is toch een participatiewet, waarom zijn de bewoners niet betrokken? Een tweede is, deze groenstrook is ooit met een bepaalde visie, de groenvisie, hier gepland in deze wijk, omdat het een kinderrijke wijk is. Waarom wijk je daar niet van af? Wat zijn daar de argumenten voor en tegen van? Nou, een legitieme vraag lijkt mij. Een tweede is, de Eneco-gelden worden ervoor ingezet. Het staat vrij klip en klaar in de motie die daarover is aangenomen, dat dat bedoeld is voor seniorenwoningen of voor woningen voor minder valide. Ja. Daar wijk je niet van af. Dat zou best kunnen, maar ligt dat toe? En wat zijn je argumenten daarin? Ja. Hetzelfde geldt voor de locaties. We hebben 18 locaties zijn er onderzocht door de gemeente. Ja, wat zijn de argumenten geweest om een locatie wel of niet te laten afvallen? En waarom is deze locatie dan wel in de prijzen gevallen? Geen idee. Dat is juist een van die vragen die wij hebben. Wat vrezen jullie het meest, Erik? Nou, wij willen gewoon antwoord op onze vragen. En wij willen onderdeel worden van dit proces en van dit besluit. En wij voelen ons gewoon tegen de muur gezet door de snelheid. De commissievergadering was afgelopen dinsdag. Nou, ik zei al 2 weken na de informatieavond. En volgende week valt er al het besluit. Terwijl wij vinden dat er nog heel veel vragen zijn. En wij snappen niet dat de raadsleden geen antwoord willen op die vragen. Ja, dat is toch gewoon, lijkt mij vrij logisch. Meerderheid van de partijen zegt van ja, laten we daar maar gaan bouwen. Verbaas je dat? Dat verbaast me wel, omdat ze dat doen blijkbaar op niet volledige informatie. Want de vragen die wij stellen zijn geen gekke vragen. Het zijn gewoon hele logische vragen. Ik snap niet dat ze daar geen antwoord op willen vanuit de gemeente. Nou komt over een tijdje, over een week is dat wethouderlaan met de andere locaties. Wordt het dan zo'n sfeertje van hartstikke leuk, maar niet in mijn achtertuin? Nee, want ze heeft wel toegezegd dat ze de locaties gaat delen. Maar ze heeft niet toegezegd dat ze wil toelichten waarom de ene locatie is afgevallen en de andere niet. Nee. Ja, en dat willen wij gewoon weten. Van waarom is het deze locatie geworden? Daar kunnen misschien hele goede argumenten voor zijn. Maar welke argumenten zijn wel meegenomen en welke niet? Is bijvoorbeeld het argument van het verdwijnen van groen of een speelgelegenheid in de wijk, is dat meegenomen? We weten het niet. Ja goed, samenvattend Erik, we moeten huizen bouwen. Er moet gebouwd worden, er zitten heel veel jongeren thuis. Ja, jullie worden er eventjes mee geconfronteerd. Hoe nu verder? Nou kijk, dat is een feit en dat snappen wij ook heel goed. Maar ik vind wel dat je een besluit moet nemen, dat je als gemeente de verantwoordelijkheid om ook aan je burgers uit te leggen waarom je een besluit neemt. En nou, daar hebben wij nogmaals vragen over gesteld. En ik vind het dan de rol van de raadsleden dat ze zeggen, nou, we willen eerst antwoord hebben op die vragen, want dan kunnen we een goed afgewogen besluit nemen. De partijen die nu voorstemmen, wat zou je daartegen willen zeggen? Lees de brief met de vragen eens heel goed door. En stel die vragen gewoon aan de gemeente. En voordat je je afweging maakt of je nou voor of tegen bent als fractie, moet je dat doen op goede informatie. En ik zou tegen als raadslid dan zeggen van joh, dan nemen we daar even de tijd voor en stellen we dit besluit uit.